Ik vind het is belangrijk omdat wij groeien met onze samenleving. We hebben steeds meer producten en diensten. Die kosten energie en die energie is vervuilend. En dat klimaatprobleem moeten we wel oplossen. En daar hoort schone energieverbruik bij, zuinig energieverbruik. We gebruiken hier LED-lampen. Daar hoort bij schoon vervoer. Dat zijn de onderliggende oorzaken eigenlijk voor deze trend. Een leefbare samenleving creëren waarin we met steeds meer mensen steeds minder beroep doen op de bronnen van de aarde. We zijn hiermee begonnen omdat er een probleem is en wij willen dat probleem wel oplossen. En ik ben ervan overtuigd als we gaan kijken naar de financiering van de zorg. Wij geven in Nederland alleen al 90 miljard euro uit aan zorg per jaar. Dat is een niet houdbaar systeem. Er komen minder werkende mensen en die moeten dat op gaan hoesten. Dus er is maar één manier om die kosten naar beneden te krijgen. En dat is innovaties doorvoeren, zodat je effectiever gebruik kunt maken van de menskracht die je hebt en van de middelen die je hebt. En technologie speelt daar een hele belangrijke rol in. En daar is de industrie ook wel van overtuigd. Maar het is natuurlijk ook belangrijk voor groei. En het is belang voor winstgevendheid. Want het is ook zo dat wij er sterk op focussen dat onze nieuwe producten en diensten een hogere marge hebben dan de bestaande business. Zodat je ook werkt aan de winstgevendheid van je bedrijf. Kijk ook naar de technologie van opzichte van 10 jaar terug. Ik loop iets langer mee in de internetwereld. Nou, vroeger moest je 2 jaar lang ontwikkelen. Moest je Capgemini bellen om het te hosten. Was je Accenture om het te managen, dat project. Ja, dat is er tegenwoordig niet meer. Je doet het in de cloud. Je kan het snel binnen 2 maanden. Wij hadden binnen 2 maanden een minimum viable product. En verdienen geld. Ja, we hadden het verkeerde product. En we hadden de verkeerde klanten. Maar dat weet je pas als je het doet. Dus het is net als een auto. Weet je, je kan het stuur omdraaien. Maar als je stilstaat, gaat er geen kant op. Je moet rijden om te kunnen sturen. En dat is denk ik wel een beetje wat innovatie ook zo noodzakelijk maakt. Verandering is voor mij een soort warme deken. Waar denk ik voor veel mensen die willen het liefst dat dingen zo blijven zoals ze zijn. En ik vind het juist interessant om na te denken over de toekomst. En hoe kun je echt helemaal nieuwe dingen creëren. Dat betekent eigenlijk producten die goedkoper zijn, die beter zijn, die meer comfort leveren. Maar ook beter zijn voor het milieu. Dat is eigenlijk ook de onderliggende uitdaging die we moeten oplossen met behulp van innovatie. Alles gaat kwadratisch inmiddels bijna. En misschien wel zelfs logaritmisch. Het gaat zo verschrikkelijk hard dat bedrijven bestaan geloof ik nu inmiddels gemiddeld 18 jaar. Worden ze, terwijl ze vroeger 180 jaar werden gemiddeld. Ja, dat betekent dus dat wij zijn 2 jaar oud. We moeten nu gaan pieken. Dat betekent dat je continu moet voelen wat de markt wil, wat de consument doet. En als je dat niet innoveert en ook niet erbij aan te passen, dan ga je dood. En dan is je levensspan misschien 18 maanden in plaats van 18 jaar.